Yes, yes, Chonko hier zo, man. Geen John Wick, maar John Stick. No filter als ik praat. Alleen in mijn Jerry, dus let's go, man. Yes, yes, Chonko hier zo, man. Ik weet het, lang weg geweest, al die shit, maar ik ben er weer. Tijd voor weer een nieuwe aflevering van de Bamboo Boys. We zijn op dit moment niet een Ultimate Team. Ik wil jullie even snel de klassementen laten zien. Want ik heb niet stilgezeten. Ik heb, nou ja, ik heb wel stilgezeten. Gamen is stilzitten. Maar ik heb mijn best gedaan om eerste te worden van de hele wereld in FIFA 15. Je weet toch. Misschien nog doezoe mensen zoiets, duizend mensen spelen zoiets nog. En ik wil jullie even laten zien waar ik sta in de wereldrankinglijst, man. Ik ben er erg trots op namelijk. Geen stress, je boy staat eerste. Wereldrankinglijst, geen stress. En dit is alleen nog maar van 1v1. Je hebt ook co-op, dat is 2 versus 2. 2 mensen in één team tegen 2 andere mensen in één team. Je weet toch? De top 100, maandelijks. Je boy staat eerste. Nice. Aankondiging. De Bamboo Boys hebben meerdere nieuwe spelers. Zijn er een aantal, ik denk een stuk of 4. Misschien 5 zelfs. Ik ben een tijdje weg geweest, dus er is heel wat veranderd, je weet toch? Dames en heren, we hebben Manuel Neuer erbij. Geen Roman Weideveller, nee, we hebben de beste keeper van het spel, Neuer. Ook onze nieuwe speler op rechtsmid, Arjen Robben. Mr. Bowlingbalhoofd, je weet toch. Maar ja, al deze goede spelers zijn niet de hoofdrolspelers. Stengel is nieuw in het team. Ook hebben we letterlijk de slechtste speler van heel FIFA 15 Ultimate Team. Zemlo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Deze man is 40 algemene beoordeling. Er zijn maar 2 mensen in dit hele spel die 40 algemene beoordelingen hebben. Verder is alles hoger. En deze man is één van die 2 spelers. Echt verschrikkelijk is hij. Volgens mij heb ik wel eens met hem gespeeld? Nee, ik heb nog niet met hem gespeeld. Nou ja, hij moet ook niet verwachten dat het gaat gebeuren. Want dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, kijk naar zijn algemene beoordeling. Je weet toch, ik say no more, I say no more. Salami, je weet toch, Fred Friday. We hebben ook Ali, nieuw. Deze man, kijk, er staat wel dat hij rechtsachter is. Maar eigenlijk is het een doelman. Deze wedstrijd ga ik, of tenminste deze video ga ik jullie laten zien dat deze man eigenlijk een doelman is en geen rechtsachter. En dat kan je maar op één manier bewijzen en dat is om hem op doel te zetten, je weet toch. Hij heeft precies de lengte voor een keeper, 1,67 meter, dat is erg lang. En we hebben good old Perry Richardson. Deze man is in dit spel 46 of 45 jaar oud, dus hij is nog redelijk jong. Met zijn 25 snelheid is hij perfect als partner van Aubameyang. Je weet toch, Aubameyang is heel snel, deze man is iets minder snel, je weet toch, dus dat balanceert een beetje elkaar uit. Ik weet niet wat deze man zijn afmaken is, maar dat durf ik eerlijk gezegd ook niet eens te kijken. 34 algemene beoordeling, als je dat hebt als keeper, dan zegt dat eigenlijk al genoeg over je spelersstatistieken, je weet toch? Dus ja man, Robin en Batman zetten we hier zo in de spits. Onze 45-jarige opa, we gaan checken of deze opa kan scoren, man. En we zetten gewoon Ali. Gewoon Ali, zet hem gewoon op doel, snap je mij? Rechtsachter, maar eigenlijk is hij een keeper. Je weet toch, staat wel rechtsachter, maar het is gewoon een keeper. Ik ga mijn best doen om sowieso Barry Richardson te laten scoren. En misschien, als we dik voorstaan, gooi ik nog wel even Stengel erin. Of Salami, je weet toch, voor de lekkere trek. Al die domme fatus. Dus ja man, without further ado, let's begin this show. Ja man boys, maar ik merk dat mijn kanaal is een beetje aan het groeien man. Hoe gaat het met me, als het goed is, 37 abonnees zoiets? Ik weet nog dat ik een video had, daar zei ik hoe gaat het met mijn 6 abonnees. Ik heb ook een video, hoe gaat het met mijn 21 abonnees. Dus je weet toch, het gaat alleen maar de goede kant op man. Ik hoop dat hij niet al te defensief speelt, want Barry die kan het helemaal niet aan met die leeftijd van hem. Barry staat er natuurlijk ook in en we moeten wel realistisch blijven. We hebben natuurlijk ook gewoon Ali op doel. En die man is niet de langste. En hij kan ook niet keepen, dus ik hoop dat deze man geen afstandsschoten gaat doen, want Ali is dan de lul man. Iedereen van harte welkom. Evert ten Apel is mijn naam en naast mij zit Joeri Mulder. Dankjewel. Van harte welkom jij ook. Welkom bij mijn wedstrijd. Als je even stil wilt zijn, doe ik wel de intro. Oké, man boys, we gaan dit ding beginnen. Tegen Jonathan. Waar is Barry? Kijk eens aan. Oh, dit is ook gewoon sprint. Ik zweer het, ik dacht dat hij aan het joggen was. Maar dit is gewoon zijn sprinten. Oh, dit gaat nog wat worden, man. Mijn keeper ziet er volgens mij ook niet al te zeker uit, man. Ik wil hem eigenlijk wel even zien hoe hij daar op dat doeltje staat. Oh, nee.
Nee! Oh, dat ziet er echt totaal niet zelfverzekerd uit, man. Kijk hoe klein hij is. Barry kan niet eens skills doen. Kijk, dit is de meest... Ja, dit is echt de meest basic skill die je kan doen. Gelukkig kan hij hem. Even kijken wat Barry kan. Barry, laat maar zien wat je kan, jongen. Boys, als ik score, dan ben ik klaar. Dan beëindig ik deze hele video. Als ik gewoon score uit één zieke solo met Barry. Aubameyang wordt aangespeeld. Kijk eens aan wat een dribbelmogelijkheden. Waar is Barry? Zoeken naar Barry. Het is zoeken naar Barry. Misschien uit de voor... Barry, jongen, ga fucking... Nee, jongen. Barry, jongen. Ga me niet irriteren. Ga in de spits staan. Wat doe je, jongen? Ik hoef hem om de muur heen kunnen curven. Barry! Nee, ik dacht echt dat die zieke curve erin zou komen. Maar Barry heeft geen curve. Barry heeft 25 curve. Deze man levert hem in. Hij is onder de indruk van Barry, denk ik. Waar is Barry? De loopactie van... Nee! 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 Nah, boys. Nee. Ik ga een bericht sturen. Dit kan niet, hoor. Ik ga hem een berichtje sturen dat hij naar bed moet, man. Barry heeft gescoord. Ga naar bed. Jonathan, het is bedtijd, man. Wat? Bedtime for you. What you gonna do when Barry scores against you? Barry Ries, ik had hem eigenlijk echt aanvoeden moeten maken, maar ja. Dat was ik dan even vergeten. Robbe. Oh, wow. Robbe. Boys. Ja man, bij de 3-0 gaan we wel even salami en Stengel brengen. Stengel moet nog zijn debuut maken. Nou, een mooie opportunity. Oh nee. Ali. Kijk eens aan, wat een paas van Ali. Een echte keepersmentaliteit in deze pitch. Richardson gooit hem nog maar weer eens een solo uit. Die wereldberoemde solo's van hem. Kijk, wat een bal. Nou ja, eigenlijk niet. Ja man, boys. Eerste helft is over. 2-0 voor de Bamboo Boys. Oh, damn. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb gewoon gescoord met Richardson. En Robben die gooit er ook even een wereldgoaltje uit. Of als het niks is. Alles lijkt cool, man, boys. Richardson verdient een vrije trap. Hij gaat hem ook zelf nemen. Zal geen verrassing zijn. Kijken of we deze bal om de muur heen kunnen draaien. Als ik deze score... Wil ik dat jullie mij de beste speler van heel FIFA in de hele wereld gaan noemen. Als ik deze score. Okay, what you gonna do? Richardson! Wow! Huh? Officieel. Bamboo Boys. Richardson. Jonko. Beste FIFA YouTuber van de hele serie. Van de hele fucking YouTube. Ik ben de beste. Boys, ik heb gescoord met een 45-jarige keeper. Van 44 algemene beoordelingen. Ik scoor net uit de vrije trap. Wie gaat mij vertellen dat ik niet de beste ben? Wie? Ik heb FIFA uitgespeeld, boys. Ik ben te goed. Ik speel niet eens meer. Deze man gaat alsnog niet scoren. Zie je? We kunnen rekenen op Ali, man, boys. Stengel gaat zijn debuut maken voor de Bamboo Boys. En wie nog meer? Ja, eigenlijk wel Jamlo. Hij is letterlijk de slechtste speler van het hele spel. Dus het zou wel disrespect zijn als ik hem niet erin zet. Jij mag voor Aubameyang. Ja. Jamlo, ja. Ja, toch? Oké, boys, vanaf nu neem ik aan dat ik niet meer veel ga scoren. Aangezien we letterlijk de slechtste speler van het hele spel erin hebben. Voor mijn beste spits. Maar maakt niet uit. Ik ga echt mijn best doen. Jamlo met de druk. Ik vraag me echt af hoe deze man zich moet voelen. Ten eerste heeft Richardson 2 keer tegen hem gescoord. En ten tweede heb ik Ali op doel. En ten derde heb ik op dit moment ook nog eens de slechte speler van het hele fucking spel. In mijn basiselftal. What's good? Ja, toch, hoe gaat het met deze man? Wagwan. Hoe voel je je? Are you mad, bro? Richardson moet eigenlijk wel even zijn hat-trick maken. Ik ga niet liegen, man, boys. Richardson, voel de druk. Richardson! Wauw. Kijk eens aan, de slechte speler van het spel. Heeft gewoon skills. Oké. Oh wow. Wie is dit? Oh nee, man, boys. Richardson! Boys! Luister, ik wil in de comments zien dat ik letterlijk de beste speler ooit ben van FIFA. Dat wil ik nu zien in de comments. Jonko, official best player of FIFA, of the world, of the Netherlands. You get me. Ik hoop dat deze guy mad is. Are you mad, bro? Huh?
Dus ja man, dit was even een Fatu video. Je weet toch, om even te lachen. Ik dacht echt serieus dat ik hier heel lang over zou doen. Dat ik 3 potjes zou moeten gaan spelen voordat ik überhaupt met deze 45-jarige opa zou scoren. Maar nee, ik maak gewoon een hattrick in mijn eerste potje. Met Ali op doel. Dus ja man boys, ik ga het hierbij laten. Je weet toch, zeg het voort, zeg het voort. Laat al je bradda's weten dat ik heb gescoord met Barry. Laat iedereen weten dat ik officieel vanaf dit moment de beste FIFA-speler in de hele wereld, aka de YouTube scene ben. Je weet toch? Niemand kan fokken met mij. En ja man boys, take it easy. Zorg dat je genoeg kieft, zorg dat je genoeg smokt. Je weet toch? Ga naar Scoro Serie Lei en ik ga jullie checken man. Dus take it easy, al mijn fucking abonnees. One love to you all, je weet toch? En ciao man.